Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is zondag vandaag en dat betekent dat ik weer ga hardlopen. We hebben nu een route van pak een beetje 12 kilometer op programma staan. Lekker over fietspaden, langs het water. Nou ja, goed. Ik ga het wel zien. Ik ga het meemaken. Ik neem jullie weer mee. Let's go. Zo, op de helft. Het bleef maar regenen. Maar wel heerlijk genieten zo. En vanuit het open, nou toch nog een beetje bos. En volgens mij is het gestopt met regenen. Maar ja, knap ben ik toch wel. Nou, 12 kilometer weer gehad. Ging weer lekker. En op het eind werd het echt inderdaad nog droog. Dus de laatste 3 kilometer hebben we droog gelopen. Was heerlijk. Was een duurloopje iets anders dan anders. Telkens 3 kilometer gelopen en dan even een paar honderd meter wandelen. En ja, een blokkentraining eigenlijk. Dus 4 blokken van 3 kilometer. En het was lekker. Nu lekker niets meer doen. Althans, 3 koningen. Dat betekent dat de kerstboom weg moet. Dus er gaat een kerstboom afgebroken worden thuis. Goedemorgen, het is maandag. En het is me vandaag warempel gelukt om op tijd, lees voor mij heel vroeg, mijn bed uit te komen. Namelijk 7:05. Jee. En voelt wel goed. Ik heb al de laatste hand gelegd aan mijn vlog voor deze week. Dus die heb ik nog eventjes het laatste stukje geëdit. En online gezet. Of ingepland. Vaat was uitgeruimd. Wasmachine. De was gevouwen en dergelijke. En nu eventjes een stukje wandelen. Even wat stappen voor vandaag weer halen. En dan mag ik zo aan het werk. Wordt weer een drukke dag. Back to normal. Weer een lesje yoga gehad. En dat was wel pittig. Ik moet toch echt heel erg wennen aan al die poses en stevigheid die ik moet zien te vinden in mijn spieren. Maar het zal vast wel goed komen. Ik blijf gewoon lekker doorgaan. Ik heb wel eventjes een vestje gepakt. Aan het einde moet je heel erg ontspannen. En ja, dan wil ik het niet te koud krijgen natuurlijk. Want met alleen maar een hemdje. Is voor de oefeningen prima, maar voor de ja, ontspanning en cooling down, zeg maar. Vond ik toch wel dat ik eventjes een vestje nodig had. Die gekke dingen die aan het uiteinde in het beeld floepen. Dat zijn de handvaten van de cross trainer waar ik op dit moment op sta. Even een warming upje voordat ik zo dadelijk de core, bil, been oefeningetjes ga doen. Even de spieren lekker los, lekker warm. 10 minuten. En dan mijn oefeningen. Tussen de buien door. Lekker aan de wandel. Ik weet niet of het nog te zien is. Ja, kijk. Daar is het nog blauw. Het
Het zonnetje heeft net heerlijk geschenen. Alleen, nu wordt het wel weer wat grijs. Dus dat betekent toch helaas dat het waarschijnlijk zo weer gaat regenen. Maar ja, misschien straks nog even een paar bladzijden weer lezen. Het boek van Anne Merel aan het lezen. Zo leuk om te lezen allemaal wat ze allemaal meemaakt in haar traject. In de weken trainen als topatleet. Ik wil eigenlijk alleen maar doorlezen, maar ja. Er moet ook gewerkt worden, huishouden, dat soort dingen allemaal. Maar iedere keer dan zie ik dat boek weer en denk ik, ah, ik wil lezen, ik wil lezen. Het waait aardig. Oh, en lekker even luisteren naar de podcast van Looppraat. Heerlijk om te luisteren. Oh, die wind! Hoor je hem? Gisteren lekker gewandeld, vandaag ook weer lekker gewandeld. Beide keren Looppraat aangehad. Was een aflevering met Klaas Boomsma. En dat duurde alles bij elkaar, nou, bijna anderhalf uur. En ja, ik vond het echt wel heel interessant om allemaal te horen. Dus gewoon lekker op Spotify te beluisteren. En ja, ik heb dus nu weer een nieuw boek op mijn wishlist. Ren voor je leven van Klaas Boomsma. En nu ga ik eindelijk, al veel te laat, beginnen in mijn nieuwe bullet journal. Ga ik eindelijk januari, nieuwe jaar en januari maken. Werd de hoogste tijd, had ik eigenlijk in december al willen doen. Maar goed, nooit te laat om te beginnen, toch? Het is zaterdag. Buiten is het but weer. Dus ik trap eventjes lekker wat rondjes op mijn taxje, op de zolder. Ja, en zo heb ik deze week van alles gedaan, behalve hardlopen. Ah wel, zondag begon ik met hardlopen. Een keertje hardlopen, een keertje cross trainen, een keertje op de fiets. Ach. Variatie. Nou, ik ben redelijk opgeschoten in mijn nieuwe bullet journal. Ik heb nog van alles te doen voor het hele jaar. En nee, ik kan niet mooi tekenen of schrijven. Dus ik hou het heel clean en basic. Ik hoop dat deze lijst heel lang mag worden. Nou, een overzichtje van wat er in januari allemaal gebeurt. En hier heb ik dan de yoga-lijst. Iedere keer als ik er eentje gedaan heb, dan kleur ik hem met een of ander kleurtje. Dus deze pagina moet heel kleurrijk worden. Nou ja, de eerste week van januari, die mogen we meteen overslaan. En dan ben ik hier begonnen. En dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Ik schrijf hier gewoon op wat mij allemaal te wachten staat die week en wat ik allemaal moet doen. En wat er allemaal ingepland staat, zoals een crossje, dat soort dingen. En zo heb ik dan januari klaar. En dan vrijdag, zaterdag, zondag, 1, 2, 3 februari staat er al in. En dan ga ik hier bezig om februari als maand te maken. Heel kort eventjes, zoals mijn bullet journal er heel, ja, basaal uitziet. Vanmorgen een half uurtje op de tax gezeten. Eigenlijk vind ik het dus helemaal niet leuk. Maar ja, als je dan even naar een podcast gaat luisteren. Gewoon even oortjes erbij gedaan. Dan gaat het toch wel wat makkelijker. Maar kijk eens. Het is droog. En eventjes, het is half vijf geweest. En het is nog niet donker. Het begint gewoon weer langer licht te worden, jongens. Heerlijk.
moest toch echt even naar buiten. Even lekker een wandelingetje maken. Daar ga ik dus nog even lekker mee door. En ik sluit wel vast de vlog af. Ik ga nog even lekker gewoon genieten van het wandelen met mijn hondje. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En tot volgende week.